team beland bij Ruben Fierens. Ruben, wat verwacht jij van deze wedstrijd? Niet zo makkelijk, heel warm weer denk ik. Hè? En het parcours toch pittig denk ik. Ja, inderdaad. We zullen er met hele ploeg het beste van maken en zien waar dat we elkaar kunnen helpen vandaag. Wordt er iemand naar voren geschoven binnen het TAVO-team? Niemand bepaald denk ik. We gaan gewoon zien hoe dat de wedstrijd loopt en zien wie dat er op het einde nog de beste wielen heeft. Gisteren allemaal gereden ook in Wallonië? Niet allemaal. Ik denk 3-4 van de ploeg dat er vandaag ook bij zijn dat gisteren hebben gereden. Dat kruipt er in de benen, maar... Zelf gereden? Ja. Ja. En hoe was het gisteren? Na 7 ronden kettingproblemen gehad. Jammer. Teleurgesteld, maar... Ja, kijk. Vandaag wat rechten ze dan? Hopelijk. We zullen zien en ja... Hopelijk beter dan gisteren. Wat betreft de juniorencup, hoe staan de posities daar? Ik denk dat we met de ploeg in het ploegenklassement nu 12e staan. Ik denk als we vandaag allemaal goed rijden, dat we daar wel nog wat kunnen in opschuiven. En voor de rest, ja. De eerste beker van België in Linter, de laatste kilometer gevallen. En daar ja, toch ook geen punten kunnen pakken, jammer genoeg. Oké, we kijken uit naar jullie prestatie en hopelijk een overwinning. Wie weet, hè? Je weet nooit, hè? Inderdaad, inderdaad. Dat hopen we ook natuurlijk. Succes. Dankjewel.